En dan nu? Hallo kijkers. Terwijl de regen lekker klettert op het dak, kan ik hier binnen rustig even aan mijn goede doelenminuutje werken. Vroeger moest je nog de straat op om te demonstreren. Tegenwoordig is dat vlot en efficiënt te regelen. Deze week heb ik op maandag al een handtekening gezet onder de petitie Red de Zorg. Op dinsdag getekend voor het stopzetten van de kernreactors in Tihange in België. En op woensdag digitaal geprotesteerd tegen het TTIP en Monsanto. En op donderdag mijn naam gezet onder een lijstje tegen het niet opvangen van de bootvluchtelingen en de zeehondjesopvang moet blijven. De vrouwenonderdrukking waar ook ter wereld ga ik voor het weekend doen en dan gaan we daarna lekker dansen op zaterdagavond. Ik ben goed bezig, hè? Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Eens even kijken waar ik volgende week mee stop. Ecocide in Europa, mediapluralisme, wij vertrouwen slimme meters niet, stop het leenstelsel, Urk Priest, geen olie onder Enschede.